Hi, ik ben Jet en ik sta voor de deur van Meili Vos. Ik ga haar interviewen voor de eerste aflevering van Jet Set. Ik ben dus Meili Vos en ik heb samen met een aantal anderen het Alternatief voor Vakbond opgericht. Dat is een vakbond voor freelancers, flexwerkers, jongeren. En ik stond bij de afgelopen verkiezingen op plaats 38 van de PvdA. Maar zoals je misschien wel weet haalden we maar 33 zetels. Dus ik zit nog even in de wacht bij de PvdA. Jetset werkt als volgt. We hebben hier een set met vragen. Dat zijn algemene kennisvragen en dat zijn fanvragen en heetvragen. We beginnen met algemene kennisvragen. Mm-hmm. Als je die vraag goed hebt, dan krijg je een vraag uit onze fanmail. Heb je de kennisvraag fout, dan krijg je een vraag uit de heetmail. Nou, kom maar op dan. We beginnen met de eerste kennisvraag. Wat is het meest afgezaagde beeld dat mensen van jou hebben? Dat ik altijd jurkjes aan heb en dat ik zo'n meisje ben. Dat is goed. Nou, kom maar op met de fanmail. Je wordt wel de lekkerste vrouw in de politiek genoemd. Nou ja, wie zegt dat? Nou, als ik het over je heb, dan krijg ik van heel veel jongens die reactie. Denk jij niet dat uiterlijk een hele grote factor is in jouw succes? Ik zou natuurlijk heel politiek correct kunnen antwoorden nee, maar ik denk wel dat dat effect heeft. Niet per se ontzettend slim te zijn, maar je moet wel heel erg gedreven zijn. En dat ben ik natuurlijk wel. Heb je wel eens meegemaakt dat iemand die eigenlijk meer competentie had en jij minder werd voorgetrokken omdat ze heel lelijk was? Nee, dat weet ik niet. Nee, maar ik ken ook geen lelijke vrouw bij ons op de PvdA-lijst. Nou, misschien zegt dat al wat. Uit welke column komt het volgende fragment? Meili droeg een kort jurkje met openingen bij borst en navel. Terwijl ze haar rechterarm gestrekt naast haar nog net niet zichtbare kruis hield. En haar rechterbeen... Ja, stop maar. Frits Abrahams, NRC Handelsblad. Van welke datum is de column? Augustus zeggen we. Nee, september denk ik. En ik moet de precieze datum. Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik moet hem toch fout rekenen. Nou, dankjewel. Het was 19 september. De volgende vraag uit de hate mail. Mm-hmm. Voel jij het niet als een enorme nederlaag dat je de Kamer niet hebt gehaald? Nee, helemaal niet. En ik was nogal teleurgesteld in de Nederlandse kiezer, maar vernederd helemaal niet. Dat was ook wel mijn bedoeling. Ik wilde ergens tussen de 30 en de 40. Dus dat was precies zeg maar zoals ik het had gewild. Ja. Wat studeerde Wouter Bos? Politicologie en economie. Dat is correct. Dan krijg je een fanvraag. Wie vind jij de meest aantrekkelijke lijsttrekker? Wouter Bos. Zoals de Britten dat zeggen, easy on the eyes. En dat is hij toch wel van alle lijsttrekkers het meest. Wat denk je dat de meeste jongeren hebben geantwoord op de vraag, wie is Meili Vos? A. Medeoprichter van het Alternatief voor de Vakbond. B. Dat mooie gezichtje met die grote bek die de Kamer niet haalde. Of is dat C. Die ken ik niet. Ik denk C. Ja, dat is goed. Ja. Ik ben een BN'er klasse C of D hoor. Fanvraag. Jij hebt dus een vriend. Ja. Hoe lang heb je die al? Ruim 2,5 jaar. Is dat de ware? Ja, volgens mij is hij echt de leukste, slimste, knapste, aardigste, grappigste en lekkerst kokende man die ik heb gevonden. Hij zei dat nog een maand of wat geleden tegen me. Van toen ik jou leerde kennen was je een no-no en nu ben je gewoon een BN'er. En hij vindt dat heel erg leuk. Ja. Ja. Nee, we hebben allebei geen kinderwens. Nee? Nee. Weet je, dat wij op zaterdagochtend om 10:30 ons kunnen omdraaien en zeggen van wat fijn hè, dat we geen kinderen hebben. En ik weet niet of dat ooit verandert, maar tot nu toe heb ik daar nog niks anders in gemerkt. We zijn aan het einde van de vragen gekomen. Leuke vragen. Dankjewel. Volgende keer gaan we in gesprek met Arie Boomsma. Je kent hem waarschijnlijk wel van Hoddok. Ja, dat ken ik. Van vroeger ook. En van de campagne. En van de campagne voor de ChristenUnie. Nou, zou ik het leuk vinden als jij een leuke vraag voor hem hebt. Ja. En ook een pittige vraag. Arie, als jij later groot bent, wil je dan kinderen? Arie, in alles wat je doet, hoeveel ben jij gedreven door geld? Succes met de vakbond. En met... En jullie met Ted. Dankjewel. En met de PvdA. Oké. Joep. Die staat toch in één keer op? Okay.